Crisscross Amsterdam, Stuk TV, Teske, Rico Verhoeven, Ronnie Flex. Het is maar een kleine greep uit de line-up van vandaag hier. De Young Impact Celebration in Ahoy, Rotterdam. Het is één grote viering voor alle jongeren die het afgelopen jaar iets gedaan hebben voor een betere wereld. Alle kinderen proberen anderen te helpen. Doe zeker nooit aan pesten, ga nooit iemand buitensluiten. En blijf jezelf en volg gewoon je hart en je gevoel. Ga niet veranderen voor iemand die wil dat je iets anders gaat dragen of gaat gedragen. Ik ben voor het milieu opgekomen bij het Nationaal Jeugddebat. Dat zijn we mee naar de Tweede Kamer gegaan en daarom heb ik deze kaartjes gekregen. Als je echt iets betekenisvols wil doen voor een ander, denk dan nooit, oh, dat probleem is te groot voor mij. Dat lukt vast niet. Begin gewoon. Gewoon doen. Begin in het klein en dan lukt er vaak veel meer dan je denkt. Dankjewel! Yeah, the perfect remedy to heal this hurt in me. Can be the therapy for me and me for you tonight. Iets heel klein zijn, kan iets heel groot zijn. Maar probeer op elke manier mogelijk wat je kan doen, iets terug te geven. En dat vind ik heel belangrijk en daarom ben ik zelf ook hier. Hoe klein dan ook, hele mooie dingen blijven doen voor de wereld. Je kan misschien denken, mijn ene bijdrage gaat niks uitmaken, maar dat doet het wel. Juist die kleine dingen maken het verschil. Ja, soms zie je discriminatie bijvoorbeeld. Mensen worden buitengesloten door hun afkomst. En dan denk ik zo van, we zijn allemaal hetzelfde. Zwart, wit, paars, roze, we zijn allemaal hetzelfde. Nou, Young Impact gelooft erin dat iedere jongere een impact kan maken. Op het moment dat je dat doet, dan verdien je een kaartje voor de Young Impact Celebration. Dus eigenlijk vieren we vanavond al die impact. Blijf dicht bij jezelf. Denk na over wat vind ik leuk om te doen. En denk vanuit daar van, oké, hoe zou ik daar een ander mee kunnen helpen? Dus het is een mix van impact en feest en alles door elkaar. Dank allen! Dat jullie alles gegeven hebben vanavond. Jullie hebben laten zien dat het zin heeft. Dank jullie wel allemaal!